Hoe lang kijken wij als bevolking van Nederland de andere kant op, terwijl je vrijheid en je democratie onder je voeten wordt weggeslagen? Er is geen andere oplossing dan een vaccin, sprak onze minister van Volksgezondheid. Hij moest zich schamen. Op 10 oktober liep ik mee met een vrijheidsmars. Demonstraties zoals deze kent Nederland inmiddels volop. Mijn naam is Bart Baert. Toen we voor het eerst in lockdown gingen, zag ik dat er al vrij snel coronaskepsis ontstond. Ik was erg benieuwd hoe daarop gereageerd zou worden. Inmiddels hou ik me hier al maanden mee bezig. De weerstand tegen het coronabeleid is in die tijd niet minder geworden. Iedere week vinden er nog manifestaties plaats. Men is daar bloedserieus. Er wordt gestreden voor vrijheid, zogezegd. Opgepakt worden door de politie is een risico dat men bereid is om te nemen. Maar waarom eigenlijk? Terwijl de overheid zich inspant om het coronavirus te beheersen, worden deskundigen in twijfel getrokken. Vinden er rechtszaken plaats en gaan mensen de straat op. Op het moment dat we eensgezindheid het hardst nodig hebben, blijkt dat we daar in Nederland niet toe in staat zijn. Een sombere gewaarwording. Maar waar komt deze verdeeldheid eigenlijk vandaan? Het coronavirus in Nederland. Tot vandaag 6.095 dodelijke slachtoffers. Hij stond te dicht op zijn gasten, leek handen te geven en omhelsde zijn schoonmoeder. Hij had zich laten meeslepen op die feestelijke dag, concludeert hij nu. Het aantal coronagevallen blijft sterk groeien. Bij het RIVM is de afgelopen dag opnieuw een record aantal coronabesmettingen gemeld. 7.393 kwamen erbij. Deze afkeer tegen het coronabeleid komt niet uit de lucht vallen. In de samenleving heersende opvattingen worden al langer betwist. Blijkbaar zijn er mensen die vinden dat er in het maatschappelijk debat bepaalde gegevens en perspectieven ontbreken. Dit gebrek vindt men zo problematisch dat er vanuit eigen initiatief mediakanalen opgetuigd zijn om dit recht te zetten. Burgerjournalistieke platforms dus, zoals Café Weltschmerz. Van het bevragen van het MH17-onderzoek tot het bespreken van tijdloze levensvragen of het relativeren van de stikstofcrisis bijvoorbeeld. Op dit kanaal komen de meest verschillende onderwerpen aan bod. Wellicht sluit dit niet allemaal aan bij het wereldbeeld dat u heeft. Laten we daarom als voorbeeld wat verder ingaan op de stikstofcrisis. Ik heb een heel mooi plaatje met de uitstoot van stikstof over de laatste jaren. En wat zien we daar gebeuren? Dan zien we dat de hoeveelheid stikstof, de uitstoot, die daalt met meer dan 60%. U kunt naar gewoon cbs.nl gaan, wordt het allemaal bijgehouden. En de uitstoot van ammoniak is ook met 60% gedaald. Dus acuut is er niks aan de hand. Je zou eigenlijk misschien willen, als je zo'n bepaalde stof schadelijk is, dat je dat van de een op de andere dag tot nul kunt reduceren, maar dat kan niet. Dat met die klimaatdiscussie heb je ook dat Extinction Rebellion. Die willen dat de uitstoot van CO2 in 2025 weg is. Nou, dan valt vanaf dat moment het complete vliegverkeer wereldwijd stil. Wilt u dat dan? Nee, dat is onzinnig. Dus de manier waarop Nederland dat doet is hartstikke goed. Waarom is er dan? Een logische inbreng dus, waarop het antwoord niet vanzelfsprekend is. En zo wordt er ook over het coronabeleid gesproken. Ja, het is van al die virussen. In 2018 was het heel erg mild en in 2019 was weliswaar een hele scherpe piek, maar de totale hoeveelheid zit iets boven de 6000. Dus dit zijn allemaal de hele normale sterftes en wat we zien... Leiden de maatregelen wel echt tot minder doden? Is deze ziekte wel zo ernstig dat het de noodsituatie rechtvaardigt? En is het coronavaccin wel veilig? Als je hier te negatief over uitspreekt, loop je het risico om als complotdenker bestempeld te worden. Er zijn echter goede redenen te vinden om te vermoeden dat het nieuwe coronavaccin tot genetische schade zou kunnen leiden. Genetische schade door een vaccinatie? Dat klinkt wel heel sterk. Het is dan ook een uitspraak die vaak weggezet wordt als desinformatie,
of iets dat complotdenkers zeggen. Echter zijn er wel degelijk wetenschappers die zich zorgen maken over deze nieuwe vaccinatietechniek. Genetische schade door toediening hiervan zou niet uitgesloten zijn. Als dat gebeurt, en dat hoeft niet altijd te gebeuren, maar het kan gebeuren, het is niet uitgesloten, want ze hebben dat soort onderzoek niet gedaan. Maar het is mogelijk dat een RNA-molecuul wordt omgezet in een DNA-molecuul en dan willekeurig ergens terug in je genoom wordt gezet. En ik heb met een aantal mensen heb ik dit al bediscussieerd. Die zaten met name in de farmacologische wereld ook. En die zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. En ik zeg, hoe weet je dat dat niet gaat gebeuren? Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan denk ik, dat is geen argument. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ook niet bepaald wetenschappelijk. Nee, als je precies, dat is ook niet wetenschappelijk. En wat ze dan van mij verlangden, is dat ik dan moet aantonen dat het gaat gebeuren. Nee, zo werkt natuurlijk de wetenschap ook niet. Zij moeten dat zelf testen. Zij maken dit systeem, zij moeten dat testen. Zij moeten aantonen dat het niet gebeurt, dat het niet in je genoom integreert. Je kunt wel ervan uitgaan, het gebeurt niet. Nee, dat moet je aantonen in een uitgebreid onderzoek. Zo belachelijk vind ik deze zorgen nog niet. Ook al beweert nu.nl dat het desinformatie is welke afkomstig is van complotdenkers. Wat is dat eigenlijk, complotdenken? Is dat iets slechts? Wat moet ik daar eigenlijk van vinden? Dit soort alternatieve media heeft ook mijn interesse gewekt. Ergens in de herfst van 2019, nog voordat we ons zorgen maakten over IC-capaciteit, stuitte ik al op die ene video. Deutsche Bank is technisch failliet, van financieel journalist Arno Wellens. Het klinkt vergezocht, een grote Europese bank die failliet is en het faillissement ook nog eens bedekt. Maar zo vergezocht was het nog niet. De uitleg was helder en gebaseerd op officiële cijfers. Goed te controleren dus. Zoals de price-to-book ratio bijvoorbeeld. Dan moet iemand redden, dan moet iemand bijspringen. Volgens mij is dat het geval met de Europese banken. Want als we naar het volgende plaatje kijken, als ik op soortgelijke wijze een price-to-book ratio maak van het aandeel van alle Europese systeembanken, dan zien we een paar interessante dingen. Ten eerste, het overgrote merendeel van de Europese banken zit ver onder de kritische waarde van die 100%. Dus bijna alle Europese aandelen worden met een discount verkocht, met een korting. En het is omdat insiders, beleggers, die weten van ja, en je kan bijvoorbeeld de balans van een Italiaanse bank pakken en dan zie je een bepaalde waarde staan. Maar iedereen weet dat dat gemanipuleerd is, gefraudeerd. Er zit allemaal rotzooi in de boeken. En dat kan ik ook aantonen, dat zal ik straks ook doen. Dus een echte insider, een Goldman Sachs bijvoorbeeld, dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Als Goldman Sachs naar de balans van Deutsche Bank kijken en een aandeel Deutsche Bank moet 32 euro waard zijn, dan weten zij al lang van, het is geen 32 euro. Dat zeggen die bankiers van Deutsche Bank wel, maar het is niet waar. En Goldman Sachs koopt dan een aandeel niet voor 32, maar voor slechts 8 euro. En dat betekent dat ze heel veel schade meerekenen. En dat is wat daar gebeurt. Dit is een mooi voorbeeld, want het zijn cijfers waar je niet over kunt twisten. Welke interpretatie je eraan geeft, kan natuurlijk verschillen. Later bleek dat Arno wel eens als een complotdenker wordt neergezet. Dat is wel heel frappant. Je zou kunnen zeggen dat zijn interpretatie van de price-to-book ratio te pessimistisch is. Maar ben je dan een complotdenker? Het is toch een hele wezenlijke vraag. Waarom kun je Deutsche Bank kopen voor 75% korting? Goed, dit is dus mijn ervaring met de alternatieve media. Wellicht heeft mijn verhaal u weten te beïnvloeden. Zo niet, dan is dat ook prima. Het is uw goed recht om een andere mening aan te houden. Laten we er in dat geval vooral over in gesprek blijven. Dat lijkt me wel zo belangrijk, toch? Tot mijn spijt zie ik dit nog vaak misgaan. Zo zien we in een uitzending van Zondag met Lubach dat mensen belachelijk gemaakt worden om de ideeën die ze hebben. Dat komt door de fabeltjesfuik, een soort bubbel waar men inkomt dankzij het algoritme van sociale mediabedrijven. Als je daar te lang in zit, ga je vanzelf geloven in allerlei vreemde theorieën.
Dat is echter een gevaarlijke verklaring voor het feit dat er mensen zijn die een ander beeld hebben van de werkelijkheid dan dat jij hebt. Het ontneemt namelijk de mogelijkheid dat er wel degelijk een goede reden zou kunnen zijn om te vermoeden dat 9/11 een inside job was, of dat de corona-PCR-test niet deugt. Dat is jammer, want achter al dit soort denkbeelden zit een hele beweging die heel veel te vertellen heeft. Bovendien is het een generalisatie van jawelste. 9/11, de PCR-test, graancirkels, MH17. Het zijn veel onderwerpen die meneer Lubach aanhaalt. Maar de ene theorie zegt natuurlijk nog niets over de geldigheid van de ander. Op social media worden deze berichten drastisch verwijderd of van waarschuwingen voorzien. We moeten deze ideeën met wortel en al uitroeien, is de gedachte. Dit terwijl de gegeneraliseerde groep van complotdenkers eigenlijk alleen maar gehoord en serieus genomen wil worden. Het stevast pareren van verschillende complottheorieën als irrationeel en gevaarlijk werkt eigenlijk alleen maar contraproductief. Het resulteert niet in wederzijds begrip en creëert alleen maar grotere maatschappelijke tegenstellingen. Misschien vind jij iemand wel een wappie. Toch is het goed om met elkaar in gesprek te blijven. Echt naar elkaar luisteren is een opdracht waar we allemaal aan moeten bijdragen. Daarbij is het natuurlijk niet zo dat dit een eenzijdig probleem is. Iemand die voor complotdenken uitgemaakt wordt, kan namelijk net zo goed terugroepen dat de ander een onwetend schaap is, dat blind achter de massa aanloopt. Ook dat getuigt niet echt van een open houding. Maar waar komt al deze spanning überhaupt vandaan? Is het niet interessant dat er mensen zijn die heel anders denken dan jij? Hoe komt dat toch? Wat maakt nou dat iemand is zoals die is? Dat wil je toch weten? Of niet soms? Corona is slechts een griep. Ondertussen duwen de elites hun kwaadaardige agenda door. Het klinkt allemaal zo dom. Op het internet wordt ook volop gelogen. Een aarde die plat is? Geloof je dat dan ook? Ik weet wel beter. Allemaal afstand houden, want anders krijgt u een boete. Maar we doen het natuurlijk samen, voor uw eigen gezondheid. Het komt allemaal zo dom over. Bij de mainstream media wordt ook volop gelogen. Massavernietigingswapens in Irak was immers ook een hoax. Zover bent u toch ook? Ik weet wel beter. Maar wat weet ik eigenlijk? Interessant is het om wat dieper te kijken dan alleen hetgeen iemand zegt of doet. Wat gaat er schuil achter iemands ideeën of opvattingen? Je zou dit ook de onderstroom kunnen noemen. Het gaat namelijk om dingen die je niet zomaar te zien of te horen krijgt, maar die er wel degelijk een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan normen en waardes, ervaringen en identiteit. Al kijk je bijvoorbeeld naar het verzet tegen het coronabeleid, dan zie je dat het begrip vrijheid geregeld terugkomt. Dat is niet zo gek. Vrijheid heeft natuurlijk alles te maken met de maatregelen die genomen zijn. Welke kijk je hebt op vrijheid is dus nogal van belang. Tegenwoordig is het zo dat uw natuurlijke persoon heeft een BSN-nummer gekregen en feitelijk bent u gestript van al uw rechten en heeft u alleen nog maar plichten. En dat is hoe de overheid u ziet. Uw overheid komt niet op voor uw rechten. En wie komt er nog wel op voor uw rechten? Wie heeft het nou in het politieke discours nog over vrijheid? Wie heeft het in het politieke discours nou nog over wat zijn de burgerrechten die wij moeten waarborgen en hoe gaan we dat doen? Wie heeft het nog over de rechten die zijn vastgelegd in de grondwet? Wie heeft daar nou een gedegen verhaal over? Censuur op sociale media, onnodige en verstikkende bureaucratie en straten die volhangen met camera's. Dit zijn zo een aantal voorbeelden die al langer spelen en die zomaar eens invloed kunnen hebben op mensen. Dan zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen wegens de corona-epidemie niet zomaar iets wat zich nu even voordoet, maar veel eer een harde bevestiging van de zorgen over onze vrijheid welke al langer spelen. Als we dit soort zorgen van de ander kunnen begrijpen, is het ook makkelijker om naar elkaar te luisteren
en kunnen we een veel rijker gesprek voeren. Zo komen we al een stuk dichter bij elkaar en wellicht kunnen we wel een overeenstemming bereiken. Niet eentje waarbij de helft voorgestemd heeft, maar een overeenstemming waarbij iedereen zich gehoord voelt. Want uiteindelijk is het ook best begrijpelijk dat de een zich zorgen maakt om zijn fysieke veiligheid en dat de ander zich zorgen maakt om de individuele vrijheid. We leven in een wereld waarin alles snel moet. Een mening is gauw gegeven, maar voor een uitgebreid gesprek hebben we vaak geen tijd. We willen graag weten hoe het zit, maar een andere mening dan de mijne vind ik maar raar. De toekomst, technologie en innovatie, met de wetenschap kunnen we elk probleem de baas. Toch is het internet wel een erg holle plaats om te delen wat ons aan het hart gaat. Misschien is dat ook juist de aantrekkingskracht. Waar kun je tegenwoordig nog wel een goed gesprek voeren? Hoe vaak gaat u bijvoorbeeld naar de bibliotheek om zomaar eens in alle rust de dialoog met iemand aan te kunnen gaan? De diepe dialoog is een schaars goed in onze maatschappij. Een maatschappij die gekenmerkt wordt door eenzaamheid en polarisatie. Dit gebrek aan contact met elkaar komt niet als iets nieuws. Het is een pijnlijke flater in onze cultuur, welke door de coronacrisis extra zichtbaar wordt. De weerstand tegen het coronabeleid zal niet zomaar overwaaien. Het probleem zit namelijk veel dieper. Het probleem zit in onszelf. Wilt u de ander wel echt begrijpen?